toch lastig om uit 29 kandidaten een geschikt persoon te vinden. Ja, maar ik denk dat je getal 29 wel moet terugbrengen naar het bakje met echt reële kandidaten. Dus deze maatregel die nu genomen wordt, gaat geen enkel effect hebben. Dus alle mensen die hadden willen solliciteren, hun knoop hebben geteld, dat doe ik toch niet. Die gaan niet door deze manoeuvre alsnog denken, ik ga het doen. We hebben een beetje een rare procedure in Nederland. De burgemeester wordt nog steeds niet echt gekozen. Het is wel de gemeenteraad die het uiteindelijk uitmaakt. Maar dat gaat allemaal achter gesloten deuren met een geheime commissie. Maar ja, er zitten zoveel partijen in. Alle fracties uit de raad zitten in die commissie. Dus er kan best wel iets uitlekken. En ik kan me voorstellen als je bijvoorbeeld oud-minister bent of oud-partijleider. Dat je denkt, ja, als dat uitlekt en ik word het niet, dan heb ik veel schade geleden.